Kasten. Wij zijn te gek. Oh yeah, wij zijn te gek. Wij zijn te gek. Oh yeah, wij zijn. Wat leuk dat ik u even zie. Ja, dat is weer de Zijds, hè. Ik heb jou met de intocht ook al gezien en nu weer. Ja, dat is gewoon superleuk om u weer even te zien. En ik hoor dat u heel erg druk bent deze week, klopt dat? Ja, we hebben vandaag vooral, we hebben nog het huis open tot 4:00. En dan moeten we naar Heracles voor de Herakids. En vanavond om 7:00 gaan we naar Heuse Friso voor de oudjes. Dus we komen bij jong en oud. Wat leuk. En ja, het is de hele week natuurlijk heel druk voor u, want u moet al die cadeautjes uitzoeken en zorgen dat die bij de goede kinderen komen. En lukt dat allemaal? Nou, als je het Sinterklaasjournaal hebt gevolgd, dan zie je dat het niet helemaal soepeltjes loopt met die Hoofdpiet. Maar die heeft niet alles onder controle, maar het komt allemaal goed. Maar hier in Almelo gaat het toch wel heel goed? Ja, in Almelo gaat altijd alles goed, toch? Ja. Hey? Zeker weten. En dan kunnen al die kinderen, die kunnen gerust hun schoen zetten, hè? Ja, dat zeg ik altijd tegen alle kinderen. Jullie mogen vanavond mooi jullie schoen zetten. Dag, maar volgend jaar zijn we vies en fruitig. Ga jij ook een meid maken? Dus Lindsay, wat was jij net aan het doen daar bij die tafel? Aan het kleuren. Aan het kleuren. En wat heb jij gekleurd? Een poppetje. Een poppetje. En wordt dat een kleurplaat en die geef je straks aan Sinterklaas? Ja. Ja? Of wil je hem eigenlijk ook wel graag zelf houden? Ja. Ja, dat ook wel een beetje, hè? En je hebt ook al pepernoten gehad, zie ik. Ja. Zijn ze lekker? Ja. Heb je al je schoen gezet thuis? Ja. Wat zat er in die schoen? Zakdoekjes, lippenbalsen en een lichtje. En een lichtje. Ja, dan kan je heel goed zien als je rondkijkt, hè? En hoe vind je het verder hier in het Sinterklaashuis? Leuk. Wat houdt het Sinterklaashuis in? Kan je daar iets over zeggen? Nou, het huis van Sinterklaas is 8 jaar geleden gestart om de kindjes hier op woensdagmiddag en zaterdag en zondag met Sinterklaas op de foto te kunnen. Ze kunnen hier spelletjes doen. We hebben in de weekends een Pieterband die de stad doorgaat. Dus zo proberen we het centrum een beetje leuk te maken. En de kinderen de gelegenheid te geven Sinterklaas te begroeten, hè? Want hij slaapt hier volgens mij ook. Ja, hij slaapt hier lekker 's nachts en de Pieten slapen hier achter nog. Dus we hebben volop ruimte en het bevalt ze heel goed deze keer hier. Ja, want jullie hebben weer een nieuwe locatie gevonden. Waar is het dit keer precies? Wat voor nummer is het hier in de Grote Straat? Het is de Grote Straat 60, naast de Specsavers, het voormalig pand van Game Mania. En de mensen weten het wel te vinden volgens mij. Ja, het is hier vorige week woensdag ook al redelijk druk geweest. Zaterdag en zondag was het heel erg druk. En ja, je ziet het nu, het is weer druk. Oh yeah, wij zijn te s'nachts op de daken, in de sneeuw, in de kou, om schoenen vol te maken. Dus wees een beetje lief, we gaan je niet vergeten, want we kijken je...